De herfst is weer aangebroken. De blaadjes vallen weer van de bomen, met als gevolg dat de hele weg weer bedekt is met bladeren. Maar wat gebeurt er met de bladeren nadat ze van de boom zijn gevallen? Hierover spreken wij met Fred van Zutphen. Vandaag is Koop, mijn collega, met die mooie jonge dame die erbij staat, zijn eigenlijk de wijk aan het vegen. En dat betekent dat zij blaast de stoep af. Dus die maakt de stoep bladvrij. En Koop die veegt het op. En dan proberen we toch door een aantal straten vandaag weer op het niveau te krijgen wat de gemeente ambieert van ons. En dat is eigenlijk het B-niveau. En dat valt op dit moment met het blad valt het niet mee om dat niveau te halen. Hoe groot zijn de groepen waarmee jullie de straat op gaan? Het is nu op dit moment is het zo dat Koop met een veegmachinist, als veegmachinist met een veemachine met één blazer op pad gaat. Maar vanaf week 46 dan neemt de gemeente de regie over. In samenwerking met ons en dan gaat de bladactie beginnen. Ja, en dan krijg je gewoon breder inzet, dan krijg je één of twee veemachines. Dan krijg je een grote veegploeg met blazers. Dan krijg je vaak van de firma Varenkamp nog een klepelkar. Die dan voor het hele grote blad, voor de bladhopen komt. En dan is het natuurlijk een ander verhaal als dat je met één veemachine en één bladblazer aan het werk bent. Nu de straten weer bladvrij zijn, worden de bladeren naar een verwerkingsbedrijf vervoerd. Wat er daarna met de bladeren gebeurt, kan Willem van Harten ons vertellen. Wij nemen de meeste groenafvalstromen nemen wij binnen. Zeg maar zoals hier het blad dan ook. En hiernaast het slootmaaisel. Dat verwerken wij tot een eindproduct van compost of bio-energie. Zoals aan de biomassa centrale in Ede leveren wij dan het houtrestant, wat niet voor de compostering wordt gebruikt. Daar maken wij hiervoor rillen van. En die worden telkens omgezet en belucht, zodat je een mooie composteststroom krijgt. Die compost mengen wij weer op met andere grondstromen of met zand. En dat wordt dan weer gebruikt in de wegenbouw om bomen in te planten of gezonnen aan te leggen. Nou, we zijn hier eigenlijk bij het einde van het proces. Hè? De zeef die scheidt nu de compost die klaar is in drie fracties. En dan zeg maar aan de achterkant van de zeef ligt nu de schone compost. Die hiernaast dan hier in depot wordt gereden. En die gaat dan weer worden inderdaad naar de hoeveniers en de kwekerijen toe. De vieze fracties die worden later nog verder uitgezeefd. En wat nog niet helemaal gereed is, wordt weer gebruikt in het begin van het composteringsproces. Dus ik denk dat al met al misschien 1% van wat er binnenkomt, gaat uiteindelijk wordt er verbrand. Alleen er zitten natuurlijk altijd mensen gooien toch uit de auto hun afval. En dat wordt er hier op dit moment allemaal weer eruit gezeefd. Het opruimen van de bladeren is pas net begonnen. Je zal deze mensen de komende tijd dus nog vaak tegen kunnen komen. Want totdat de eerste sneeuwvlokken vallen, is er nog genoeg blad om op te ruimen.